Oh, kom op nou, Sam. Zeg gewoon wat voor verrassing Zoe heeft, oké? Okay? Je weet dat ik niet tegen verrassingen kan, oké? Okay? Ik heb ook geen idee. Zoe heeft gewoon een verrassing voor ons. Wel. Zoe, klap, klap, open de Zoe. Schattig, Zoe. Zoe, Tommy, Sarah, wat zijn jullie nou weer aan het doen? Dat is schrikkelijk koud. Wally nog schrikken. Ja, dat is Wally. Wie is Wally nou weer? Wally? Nee, niet Wally. Hey, Wally. Wally. Wie is Wally? Is dat die kat? Ja. Dat is deze super mega schattige kat hier. Ja, inderdaad. Wacht even. Zoe, hoe kom je nou weer aan die kat? Ja, hoe kom je aan die kat? Bij de dierenwinkel. Die is net geopend. De dierenwinkel? Ja, in de buurt van de sportschool, weet je wel. Zit er in Blokstad een dierenwinkel? Oh ja, zeker. En daar heb ik deze lieve Wally gekocht. Wally, Zoe, is dit de verrassing waar je het over had? Ja, zeker. Is het niet mega leuk? Nou, het is gewoon een kat. Wat je Wally nog schrikken? Kijk uit. Jullie weten toch dat ik een katallergie heb, jongens? Ik ben mega allergisch. Ik heb een katallergie. Ja, ik ben mega allergisch voor katten, oké? Okay? Nee, jongen. Je bent niet zelfs helemaal onder. Ik heb een snottenbel, maar... Oh, zo, het is weer mijn neus. Ik denk dat je dit in het voren liefst, hè? Ja, inderdaad. Maar... Ja, dan wordt iets ziekelijks. Kat in Minecraft, Zoe. Ja, waarom? Mega leuk, zo'n huisdiertje aan je zijde. Daar ben je nooit van mee. Weet je niet. Wat heb je nou weer aan een dier in Minecraft? Ja, wat heb je eraan? Als je een creeper tegenkomt, dan ben je echt een pineut, Zoe. Helemaal niet, want creepers zijn bang voor katten. Dus die jagen ze zelfs weg. Kunnen we nu buiten gaan spelen met z'n allen, jongens? Nee, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Het zal wel. Mag Sam met de Islanders? Hoezo niet, Zoe? Ik kan nog een plantje in leven houden. Doe niet zo tegen mijn beste vriend, Maar dat is niet hetzelfde. Okay? Weet je wat, Sam? Laat maar. We gaan wel zelf een dier halen, oké? Okay? Ja, ik kan wel zelf een dier halen. Laten we Zoe laten, Sarah. Doei. Zal dat je hem niet eens mag aanraken en dat soort dingen, dat slaat helemaal nergens op. Nee, helemaal nergens op. Nee, weet je wat, we gaan wel zelf naar de dierenwinkel. Misschien kunnen we samen ook een huisdier nemen, Sam. Kunnen we onze vrienden jaloers maken, oké? Okay? Alleen, Zoe zei dat hij in Blokstad was, in de stad zelf, bij de sportschool. Ja, zeker. Oké, laten we daar dan maar gaan kijken. Oh, we zitten al de hele tijd te zoeken. Waar is die dierenwinkel nou? Zoe heeft wel gelogen. Sam, misschien moet je een keer je ogen open doen, oké? Die dierenwinkel is letterlijk daar, zo. Met die hondenpoot vooraan op het gebouw. Volgens mij is dat een dierenwinkel. Jazeker, een hondenpoot. Ik wil heel graag een hondje. Een hondje? Ja, altijd al. Is dat je lievelingsdier? Ja. Oké, we kunnen kijken of ze een hond hebben. Laten we naar binnen gaan, oké? Moet je kijken, een hondje hier! Wat? Wie is een lief hondje? Ja, lief hondje. Geef me mijn kleine eye, Sam. Dat is mega lief. Je hondje. Alleen, laten we een beetje rondkijken. Ze hebben allemaal katten hier, wat konijnen, wat vissen. Nou, ik hoef geen kat, hoor. Nee, je had het over honden. We kunnen inderdaad een hondje adopteren of een papegaaitje hier of zo. Wacht eens even. Adopteer vandaag. Wow! Deze honden heb ik nog nooit eerder gezien in Minecraft. Een husky. Nee. Een corgi. Een chihuahua. Een bulldog, denk ik. Een shiba inu. Een golden retriever. En een tackle. Oh, dat lijkt echt op zo'n hondje, vind je niet, Sam? Ja, daar lijkt hij wel op. Alleen, welke vind je het liefste van deze allemaal? Ik heb er al één gezien. Een heel schattige. Welke dan, Sam? Wijs hem even aan. Achter de balie. Wacht, jij bent gehaaid net? Nee, niet die. Welke dan, Sam, achter de balie? Dat was de enige bij de balie. Er ligt een hondje achter de balie. Achter de balie? Waar heb jij het nou weer over? Waar ligt een hondje achter de balie? Oké. Wat is dit nou?
Tommy? Tommy, ben jij? Is het Tommy? Wacht even, Tommy. Tommy, wat is er, jongens? Wat heb jij nou weer aan? Ja, wat heb jij aan? Welkom bij de dierenwinkel, jongens. Zoeken jullie toevallig een diertje? Wacht even. Sorry. Tommy, wat doe jij bij de dierenwinkel? Nou, ik werk hier. Werkt hier? Bij de dierenwinkel? Je had toch een ander baantje? Daar ben ik ontslagen. Maar Tommy, jij weet helemaal niks van dieren af, oké? Okay? Echt helemaal niks. Zeker wel. Wat willen jullie weten over dieren? Nou, we halen het oogje op deze honden hier. Vertel ons wat meer over deze honden die we vandaag kunnen adopteren. Nou, dit zijn zoals jullie zien hele schattige honden. Dat zien we. Hier links zit bijvoorbeeld een corgi. Corgi. Oké, Tommy. Daarachter heb je een husky. Wacht even, Tommy. Je bent letterlijk alles aan het voorlezen. Ja, gewoon. Je bent aan het voorlezen. Ik bedoel, het staat boven een hoofd. Ik zie ook dat dat een husky is. En wat is dit hondje dan? Je voor dit mij? Dit is een chihuahua. Een chihuahua, ja, Tommy. Oké, jij hebt overduidelijk geen verstand van honden en dat soort dingen. Nou, wel. Sam, welke heb je op het oog, oké? Even kijken. Die chihuahua is heel eng. Die mag ik niet echt. Wat vind je anders van die corgi daar zo? Die corgi? Oh, die vind ik heel schattig. Nou, Tommy, wij willen de corgi, oké? Ja, de corgi. Jazeker, die willen we hebben. Nou, is goed. Ik pak hem wel even. Oké, dat is perfect. Kom maar mee. Wacht, hoe was trouwens dit hondje maar? Doe eens even blaffen, Tommy. Heb je het ook tegen mij? Even blaffen. Doe even blaffen, Tommy. Doe het nou alsjeblieft. Eén keer, boef. Alleen als ik een snoepje ervoor krijg. Een snoepje. Oké, nou laten we maar naar de balie gaan. Ik doe dit wel dicht. Eens even kijken. Nou, dat is wel een schattig hondje, toch, Sam? Ja, heel schattig hondje. Alleen, hoe duur is het adopteren van dit hondje, Tommy? Dat is wel best wel prijzig, hoor. Kan ik je vertellen? Prijzig? Hoezo? Kost namelijk 500 diamonds. Wat? Oké, Sam. Nou, dan krijg je er ook een extra hondenpetje natuurlijk bij, hè? Hondenpetje? Ik heb al diamond blokken. Wow. Dat is goed, dat is goed, hoor. Kijk eens aan. Dankjewel. Is het een beetje prijzig, trouwens? 500 diamonds voor een hondje, Tommy? Nou, Dennis, zal ik je wat vertellen? Ja, vertel. Het kost eigenlijk maar 1 diamond, maar dat is wel mooi meegenomen voor mezelf, toch? Oké, leuk hoor, Tommy. Echte oplichtingspraktijk hier zo. Nee, zeker niet. Heb je er ook een lijntje bij, zodat we hem aan een touwtje kunnen doen? Dat zou zo. Ja, ik heb het lijntje. Oké, laten we gaan. Sam, laten we gaan. Dankjewel, hè, Tommy. Veel plezier, dankjewel. Oké, Sam. Kijk hem nou lopen. Loop eens een stukje met hem. Dat staartje gaat helemaal heen en weer. Hij is hartstikke blij met tongetje. Alleen, Sam, hoe gaan we ons hondje noemen? Ons hondje? Dit is mijn hondje. Serieus nou? Ja, ik heb hem gekocht. We komen hier toch om samen huisdier te halen en je wil niet eens delen? Nou, dit is mijn hondje. Serieus? Ja, niet jouw hondje. Als je een hondje wil, moet je er ook een kopen. Oké, gaan we het zo spelen opeens? Goed hoor, maar hoe gaan we hem noemen dan? Heb je al een naam voor het hondje bedacht? Nou, niet we. Ik weet het nog niet. Heb jij al een naam bedacht? Nee. Nou, je moet wel een naam hebben voor het hondje. En heb je al een hondok en dat soort dingen? Nee, die moet ik gaan bouwen. Help je mee met bouwen? Nou, als het niet mijn hondje is, waarom zou ik je dan helpen met bouwen, Sam? Ik dacht ook dat we beste vrienden waren, maar je weet zeker dat je geen naam hebt voor het hondje? Misschien toiletbril? Wat? Dat is toch geen hondennaam, Sam? Attacker 3000! Ah, het zal wel, Sam. Ik ga naar huis, oké? Ik ga een slaapje doen. Succes met je hond, hè? Het is mijn hond. Het is niet jouw hond. Wat heeft iedereen toch met huisdieren? Zo leuk zijn ze nou ook weer niet. Nou ja, laat ik een slaapje gaan doen bij mij thuis. Oh, mega schattig dit hondje. Laat ik maar even gaan kijken. Sam, mag je me aaien? Hallo, praat ik tegen de muur? Zoe? Sam? Zijn we druk bezig, Dennis? Ja, we zijn even bezig. Komen jullie spelen Sam heeft een hondje. Heb je dat gezien? Ja, we komen spelen met het hondje hier. Kijk hoe leuk. Wat is dit nou? Mag ik hem ook even aaien anders? Nee, Dennis. Hoezo niet? Nou, is mijn hondje. Ja, maar hun mogen hem toch ook aaien? Ja, maar je was niet zo lief net. Het zal wel. Kan ik helpen? Op zijn minst als jullie toch niet willen spelen. Nou, je wou ons ook niet helpen met het hondok bouwen.
Kom op nou, doe nou niet zo kinderachtig, oké? Je weet dat hij vers water moet hebben, toch? Vers water? Ja, en brokjes misschien. Hallo, hij heeft hier brokjes en hij heeft hier vers water. Ja, maar als je die nou zo opeet? Vers. Wat wil je dat ik voor je doe? Naar de dierenwinkel gaan, alles kopen of zo? Ja, exact. Ah, tuurlijk. Oké, ik ga wel. Oké, nog meer? Ja, wel schoonmaken. Hondenspeeltjes zeker? Inderdaad. Ja, heel veel. Veel meer. Ga jij maar lekker hondenspeeltjes halen en brok en water. Vers water, want... Oh, Corgi moet wel vers water hebben, hè? Stom hondje. Ze hebben helemaal geen aandacht meer voor hun beste vriend. Het zal wel, omdat ik dit ook nog ga halen. Ook nog, waar slaat dit op? Oh, dan zul je die stomme dierenwinkel wel hebben. Echt waar, ik hou wel van dieren. Maar ik ben gewoon een soort van jaloers, denk ik. Dat mijn vrienden gewoon geen aandacht meer voor me hebben... sinds ze allemaal huisdieren hebben. Hallo, meneer. Welkom bij de dierenwinkel. Wie zei dat? Ik sta voor je neus. Wacht, het enigste voor mijn neus is een lieve hondje hier zo. Jazeker. Wacht, jij kan praten? Jazeker. Jij werkt hier, een hond die kan praten? Ja, dat klopt. Oké, weet je, ik had dat nodig, maar laat maar zitten, oké? Laat maar zitten. Nou, fijne dag, meneer. Is het nou een pratende hond? Alhoewel, weet je wat, ik heb een beter idee. Als mijn vrienden het zo willen spelen dat ze alleen maar aandacht hebben voor hun huisdier en voor hun hond. En in het specifiek Sam, dat mijn beste vriend alleen maar aandacht heeft voor zijn hond. Ga ik mezelf laten veranderen in een hond. En dan zullen we eens kijken wie zijn favoriete hondje is. Ik weet de beste persoon waar ik moet zijn daarvoor. Oh, kijk eens aan, we zijn bij het paddenstoel. Stoelenbos van Frank aangekomen. Mijn kleine paddenstoelenvriend. Klap, klap. Frank, ben je daar? Ja, ik ben er. Wat moet je nu weer, loser? Frank, kan je ook een keer aardig doen tegen me? Nee, want je komt zo vaak langs. Ja, oké. Ik heb je hulp nodig. Ik heb misschien een beetje een rare vraag, maar Frank, kan je me veranderen in een hond? Ja, dat kan zeker. Serieus? Dat kan je doen? Ja, eerst moet je wel de dingen van een hond kunnen, hè? Ja, natuurlijk. Maar ik wil gewoon mijn beste vriend Sam een beetje pranken op die manier. Ja, als zit, Dennis, zit. Ik zit. Ik zit ja, heel braaf. Ja, rondje draaien. Oké, ik draai een rondje. Plappen. Oh, dat je daarin trapt. Hoe bedoel je dat je daarin trapt? Hoort ik nu een hond? Nee, echt totaal niet. Ik wou je gewoon laten plappen. Serieus, dat je me nou verschudt in deze video voor iedereen? Ja, zeker. Ah, man. Maar kan je me helemaal niet veranderen in een hond, of dat wel? Oh, ja, zeker wel. Heel even een potion ervoor pakken, hoor. Kan ik nou zeggen dat het gewoon met een potion kan en dat je me even laten zitten en blaffen? Om grappig te zijn. Laat ook maar. Ja, ik ga op het internet voor de rest van mijn leven. Oké, de woef potion. En dit werkt echt? Ja, dit werkt echt. Oké, nou, laten we proberen in 3, 2, 1. Oké, dat voelt... Oh, kijk, wat... Yeah. Wacht, waarom ben ik net zo klein als dat jij bent, Frank? Wat? Dat is gelukt! Ik ben een hondje geworden! Dankjewel, Frank! Oké, ik moet er meteen vandoor! Kijk nou! Ik ben een hondje en nu moet ik naar Sam toe. Oh, Rocky, je bent zo lief! Kijk daar, Sam. Zie jou kijken! Ik kan niet geloven dat ik een hondje heb! Een ander hondje! Ben jij verdwaald, hondje? Moet ik jou ook gaan adopteren? Ik wil jou zo graag adopteren. Ik ga jou adopteren. Dat is mijn baasje. Jij praat? Jazeker, loser. Wat dacht je dan? Wacht eens even. Waarom kon jij praten? En hoezo kon ik jou verstaan? Omdat je toch ook een hond tegen bent. Elkaar. Jij bent een hond. En nu wegwezen jij, loser. Dat is mijn baasje. Zeker niet. Het wordt mijn baasje, oké? Sam is mijn beste vriend. Jullie worden echt vriendjes. Hij vindt me veel leuker dan jij, dat weet ik zeker. Jij moet hier gewoon weg, oké? Jij neemt alle tijd van mijn beste vriend weg, oké? Ik wil je hier niet hebben. Kijk, ik kan het terugbijten, hè? Ga je gewoon weg, oké? Zoek een ander baas of zo. Rustig, hondjes. Nee, zeker niet. Jij moet wegwezen hier. Let op wat ik ga doen. Ik ga me lief gedragen. Ik ga denk ik ook een hokje voor jou laten bouwen. Zie je wel, loser. Wat is dat nou weer? Hij gaat mij ook adopteren. Ja, zeker. Met die stomme puppy ook. Favoriete hondje van mijn beste vriend, oké? Dat zal je leren, oké? Ik heb honger. Wop. Geef me wat eten, joh, Sam. Kom op nou. Wop. Kijk eens aan. Hier zie je wel. Ik ben nu al zijn favoriet, loser.
Mag ik ook een vleesje? Jij lekker niet. Maar mag ik alsjeblieft ook een vleesje? Nee, zeker niet. Je moet hier wegwezen, oké? Okay? Waar heb je nou heel het over, joh? Loser. Hier, pak aan, hier. Hey! Dat zal je leren, oké? Okay? Hey, hondje. Pak aan, hier. Sam, zie je dit? Hij bijt me, inderdaad. Ik loop wel weg. Ja, opzouten jij. Wegwezen hier, oké? Oh, Rocky, ik ga jou terug in het mandje zetten, oké? Dat zal je leren, loser. Op je mandje. Ja, loser. En voor jou ga ik een hokje laten bouwen. Ik ga de miner even bellen. Hallo, miner? Ja, ik heb een tweede hokje nodig. Oké. Wacht, zo snel. Hoe kan het nou weer? Hallo, miner. Ik heb een tweede hondenhokje voor dit hondje nodig. Ja, kan je niet bouwen? Oké, voor jou hebben we wel een naam nodig. Burger. Serieus? Dat vind nou ik een supermooie naam. Dat is een naam. Hey, lach me niet uit, ja. Jij het Rocky, oké? Okay? Jij zit in je mandje. Ik ga lekker naar ergens anders naartoe. Ik krijg mijn eigen hok. Ja, nou, oké. Okay, ja, ik word sowieso ook nog later uitgelaten. Als je de miner gaat bouwen, gaan wij ergens anders heen. Kom mee, Burger. Hé, hey, later, Rocky. Loser. Later. Oh, goed zo, Burger. Wat ben jij nou weer? Hey, ik ben Spike. Dit is mijn hondenpark, oké? Okay? Dit hondenpark is voor iedereen, oké? Okay? En ik ben niet bang voor je of zo. Wat wil je dan doen? Echt we zijn even niet. Grote honden. Ik wil gewoon dat je weggaat. Luister, ga gewoon weg, oké? Okay? Ik ben niet meer mijn baasje. Met je baasje. Jouw baasje is ook eens de loser. Luister, doe normaal tegen mijn baasje. Ik ben niet bang voor je. Wat wil je doen dan? Normaal. Ik doe helemaal niet normaal tegen je baasje. Ik ga bijten, oké? Okay? Je gaat helemaal niet bijten. Blijf van hem af, ja? Blijf van hem af. Hey! Kom hier dan, hier, bijt jou, hier, pak aan. Dat zal je leren, oké? Nee, niet mij bijten, niet mij. Auw, hey! Lekker punt, nee, voor je. Nee. Oh man, was dat allemaal een droom? Nee, dit kon toch niet. Ben ik nou gewoon dood gegaan door een andere hond die me heeft gebeten? Oké, laten we naar Sam gaan. Sam! Kijk nog maar binnen. Sam, wat is er aan de hand? Burger is dood. Burger is dood? Ja, dat was mijn favoriete hondje. Serieus? Was Burger je favoriete hondje? Ja. Maar je hebt Rocky toch nog? Nee. Oké, Sam, luister. Ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen. En het klinkt een beetje raar, maar ik was Burger, Sam. Nee, dat kan niet. Serieus, Sam, ik was het, oké? Ja, wat hebben we gedaan dan? Nou, je nam me mee naar het hondenpark en dat soort dingen allemaal. Trouwens, ik ben ergens achtergekomen, Sam. Wat dan? Honden kunnen praten met elkaar. Ja, ik hoorde geblaf. Maar het spijt me dat ik ben veranderd in een hond. Alleen, ik was jaloers, oké? Ik wou gewoon meer met mijn beste vriend omgaan. En je had alleen nog maar aandacht voor die hond en mijn andere vrienden ook. En ik was misschien een beetje jaloers. Je bent toch niet al te boos? Nee, zeker niet. Ik vind het eigenlijk best wel cool. Serieus? Ja, zeker. Sam, je bent de beste. Het was ook echt best wel cool om een hond te zijn. En om met andere honden te praten. Oh, dit moet je ook echt een keer doen. Je moet het ook bang vragen. Ze waren eigenlijk voornamelijk heel erg boos van... stil mijn baasje niet en dat soort dingen. Maar daar kom je een andere keer nog wel achter. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de